ga beginnen met een aantal opgaven. Nou, de eerste opgave dat is de formule x plus 1 keer x plus 3 gedeeld door x plus 3. Nou, ik zie wel eens dat mensen dat vervangen door x plus 1, omdat ze herkennen, er is een gemeenschappelijke factor in de teller en in de noemer, namelijk x plus 3. Ik zou hier namelijk van kunnen maken 1 keer. En dan kan ik de gemeenschappelijke factor x plus 3 wegdelen. Dit is echter bijna zo, maar niet helemaal. Ik moet hier namelijk nog een waarde uitzonderen, mits. Bedenk namelijk maar het volgende. Ik zal het even hier achterop schrijven. Wat is er aan de hand als x plus 3 gelijk is aan 0? Nou, wat volgt hieruit? Dan is x gelijk aan min 3. Dan geldt bij de eerste formule dat ik een probleem heb. Vul er maar eens min 3 in de noemer. Dan krijg je min 3 plus 3 en dan krijg je gedeeld door 0. En dat is niet gedefinieerd. Maar bij x plus 1 kan ik gewoon min 3 invullen. Want min 3 plus 1, dat is gelijk aan min 2. Dus je moet hier altijd opschrijven, mits x niet gelijk is aan min 3. Dus dan moet je altijd kijken naar welke factor heb ik weggedeeld en voor welke x-waarde komt daar een 0 uit. Nou, dat is voor min 3 in dit geval zo. Dus dat is de waarde die je hier dan moet opnemen. Bedenk dat de grafiek er ook als volgt uitziet. Als ik naar x plus 1 ga kijken, dat ziet er als volgt uit. Dat betekent dat die door het punt 0,1 gaat en dat er een richtingscoëfficiënt is van 1. Dus die ziet er ongeveer zo uit. Maar bij de waarde, even kijken, bij de waarde min 3, dus dat is aan deze kant hier, dus stel hier zit de waarde min 3, dan teken ik hier een soort open bolletje en dat noemen we een perforatie. Dat betekent dat de formule bijna gelijk is aan de formule van x plus 1, maar bij de waarde min 3, dat hebben we net gezien, is die formule niet gedefinieerd. Dus hou daar goed rekening mee. Tweede opgave. Stel je hebt x kwadraat min 1 gedeeld door x min 1. Dan kun je ook gaan kijken, kan ik die teller schrijven als een product waar de factor x min 1 voorkomt? Nou, dit is een merkwaardig product. Ik zal het hier opschrijven. We hebben gezien a kwadraat min b kwadraat, dat is a. En ik zal even hoofdletters aanhouden. Dat is a plus b keer a min b. Dus dat kan ik hier gaan toepassen. Nou, dat betekent dat ik de teller kan schrijven als x plus 1 keer x min 1 gedeeld door x min 1. En dan kan ik iets soortgelijks doen als net. Nu kan ik de gemeenschappelijke factor x min 1, die kan ik in de teller en in de noemer wegdelen. Dus dit is gelijk aan x plus 1, mits x niet gelijk is aan. Nou, goed opletten dat je hier geen fouten maakt. Je doet de factor die je wegdeelt, die doe je gelijkstellen aan 0. Dan heb ik namelijk een probleem. Hieruit volgt x is gelijk aan 1. Dus dat is de waarde die ik hier moet opschrijven. Mits x niet gelijk is aan 1. Derde voorbeeld. Stel je hebt x tot de macht 6 min 16x kwadraat gedeeld door x kwadraat plus 4. Nou, je kunt nu ook de video pauzeren en dit eerst voor jezelf proberen. Nou, wat kun je bij de teller doen? Je kunt de gemeenschappelijke factor x kwadraat buiten haakjes halen. Dan hou ik dit over, x tot de macht 4 min 16. Nou, die x kwadraat plus 4, die neem ik gewoon over. En nu staat er in de teller een merkwaardig product. Ik kan hier namelijk van maken x tot de macht 4. Ik zal het even hier opschrijven. X tot de macht 4 min 16, dat is gelijk aan x kwadraat in het kwadraat min 4 kwadraat. En dan kan ik weer precies dit merkwaardig product gaan toepassen. Dus wat wordt dat? Dat wordt tussen haakjes x kwadraat plus 4. En ik hoef dat niet per se tussen dubbele haakjes te zetten, dus die haal ik even weg. X kwadraat plus 4 keer x kwadraat min 4 gedeeld door x kwadraat plus 4. En nu kan ik weer
de gemeenschappelijke factor, in dit geval x kwadraat plus 4, die kan ik gaan wegdelen. Dus wat hou ik dan nog over? X kwadraat keer x kwadraat min 4. Nou, mits... Nou, nu wordt het iets complexer. Valt wel mee hoor, maar let wel even goed op nu. Dit heb ik weggedeeld. X kwadraat plus 4 is 0. Nou, wat volgt eruit? X kwadraat mag dus niet gelijk zijn aan min 4. Maar dat gaat nooit gelijk zijn aan min 4 vanwege het kwadraat. Dus dit heeft geen oplossingen. Dus dat betekent dat ik hier geen mits hoef op te schrijven. Want er is toch geen enkele waarde voor x waarvoor de noemer gelijk zou zijn aan 0. Dat betekent dat ik geen perforatie heb en dat het gewoon precies dezelfde grafieken zijn. Dus deze begingrafiek, als je dat invoert bij I1 op je rekenmachine of je voert dit in, dat is identiek. Daar hoef je dus geen voorwaarden op te nemen. En dat komt dus nogmaals zodat de noemer niet gelijk kan worden aan 0. Vierde opgave. X min 1 gedeeld door x kwadraat min 2x plus 1. Nou, als ik naar de noemer kijk, kan ik dat ontbinden in factoren. Dit is namelijk gelijk aan x min 1 keer x min 1. Ga maar voor jezelf na dat dat klopt. En nu geldt dat ik ook weer een gemeenschappelijke factor weg kan delen, namelijk x min 1. En wat hou ik nu over? 1 gedeeld door x min 1. Ook nu geldt dat ik geen voorwaarden hoef op te nemen. Want wanneer was de noemer 0? Ja, als x min 1 gelijk is aan 0. Maar dat zit nog steeds hierin verwerkt. En ook dit is dus weer een situatie waar ik geen voorwaarden hoef op te nemen, omdat het nog steeds hieruit volgt. Dus deze twee grafieken, soortgelijk als net, zijn ook weer identiek. En dan is er nog iets waarbij ik wil dat je goed oplet. Bij de definitie van een perforatie maken mensen wel eens de fout dat ze alleen maar nagaan, oh, ik moet een gemeenschappelijk nulpunt hebben voor de teller en voor de noemer. En dan zit er een perforatie. Nou, als ik bijvoorbeeld 1 invul, dan krijg je, als ik hier 1 invul, dan krijg je 1 min 1 gedeeld door 1 kwadraat min 2 keer 1 plus 1. Nou, de teller is 0 en de noemer, reken voor jezelf maar na, is ook 0. Oh, dus er zit een perforatie bij 1. Maar wat moet je dus altijd doen als je dat gedaan hebt? Dan moet je die gemeenschappelijke factor wegdelen, zoals ik hier heb gedaan, en dan goed kijken naar wat voor een formule houd ik nu over. En je ziet dat dit een formule is, als ik daar diezelfde 1 invul, nou, dan krijg je 1 gedeeld door 1 min 1, dan krijg je 1 gedeeld door 0. En daarbij hebben we gezien, dat is zo als ik een verticale asymptoot heb. Want wat geldt voor een verticale asymptoot? De noemer moet gelijk zijn aan 0, maar de teller moet niet gelijk zijn aan 0. Dus ja, dat betekent dat de verticale asymptoot hier zit. Ik zal het tekenen. Bij x is 1, dus hier zit de verticale asymptoot. En voor de rest heb ik gewoon dit verloop hier. Dus je ziet dat dit een functie is waar helemaal geen perforatie in voorkomt. Dat heeft ook nog met limieten te maken voor het geval je VWO wiskunde B doet. Als je een perforatie uitrekent, dan moet altijd de linkerlimiet en de rechterlimiet naar de x-coördinaat van die perforatie, die moet gelijk zijn aan elkaar. En als ik dat hier zou uitrekenen met limieten, dan zie je ook dat dat niet gelijk is aan elkaar. Maar als je niet met limieten hoeft te werken, dan hoef je hier verder niet te denken van, nu snap ik de hele video niet meer. Dan maakt dat verder niet uit. Dus let erop, moet je met perforaties werken, doe altijd de gemeenschappelijke factor wegdelen, zoals ik hier heb laten zien. Die x min 1 deel je weg en kijk dan goed naar de formule die je dan overhoudt. En klopt het inderdaad dat er dan een perforatie zit? Hopelijk kun je nu wat beter werken met herleiden en merkwaardige producten. Vond je dit een goede video? Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.